Wat oorspronkelijk de zevende en de allerlaatste pannenparkjes had moeten worden, is nu achteraf de zesde geworden. Waarom? Omdat de allereerste in deze reeks werd afgeblazen vanwege het slechte weer. Nou, wat mij betreft had dat deze 19 augustus de allerlaatste ook best gemogen. Want het weer is niet echt om over naar huis te schrijven. Het is de koudste zomerdag die we gehad hebben deze zomer. Optreden vanavond is van PYT Hop Session. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar zowel u als ik gaan nou meemaken wie dat het zijn. Evi en Kiki, jullie zijn bij PYT Hop Session. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb er nog nooit van gehoord. Zou je het uit kunnen leggen wie jullie zijn? Nou, dan kan je beter bij deze man zijn, want die is van de band. Oké, okay, nou ja, Davy, begin ik bij jou. Nou, de naam PYT komt van een band die ik gevormd heb met wat jongens, eigenlijk de muzikanten. En we hebben altijd met een zanger en een zangeres gewerkt, maar dat is een beetje, ja, dat was een beetje stilgelopen. En vanuit daar zijn we eigenlijk verder gegaan om als begeleidingsband, zeg maar, met mensen te gaan werken. En daar hebben wij Kiki dus bij gekregen. En de volgende set ook nog iemand anders. Dus vandaar hebben zij het genoemd PYT Hop Session. Hop is van palm, dus vandaar PYT Hop Session. Ja, top, dankjewel. Vanavond dus hier de afsluiter van deze serie Pannenparkies. Wat gaan jullie ter horen brengen? De eerste set zal met veel pop en rock zijn, met mij, met hun. En daarna komt Kimberly Mazdam en die gaat met danceable dingen doen, iets ruigere dingen. Dus okay. Om het goed af te sluiten, dus dan kan iedereen even los. Heel afwisselend programma vanavond. Gelukkig wel, ja.